Wanna go loco? Go Festi Loco! Met Sherry Moontrax, Bonsai Allstars, Jan Vervloed, Mike Posh, DJ Furax, Greg Ass, DJ Jan en nog veel meer. Festi Loco! Koop nu je tickets! Goedemorgen, Karin Koek. Ja. Uw allerlaatste dag hier. De verrassing is eigenlijk gisteren al begonnen, hè? De verrassing is inderdaad gisteren begonnen. Eigenlijk was het een dag vol verrassingen. De ene persoon na de andere kwam binnen met een attentie op mijn bureau. Tot dan, ja, om 4 uur na schooltijd eigenlijk, de ultieme verrassing. Dat ik eigenlijk geblinddoekt naar beneden ben geleid. En dat het volledige korps, maar dan ook op een paar enkelingen na die verhinderd waren, het volledige korps, de collega's van directieleden Hartencollege, de mensen van het ondersteunend personeel, de mensen van het onderhoudspersoneel, echt iedereen, ook mijn partner, iedereen stond er. Op donderdag 1 juni gaat Karin Koek, directeur Hartencollege secundair onderwijs Laan, op pensioen. En dat werd uitbundig gevierd. Op haar laatste werkdag, woensdag 31 mei, werd doorheen de school een erehaag gevormd en werd ze nietsvermoedend binnengeleid door adjunct-directeur Daphne van Berlamont. Ja, wat voor collega-directeur was Karin voor jou? Goh, eigenlijk in eerste instantie een vriendin. We hebben 11 jaar samengewerkt en gebouwd zo'n band op dat eigenlijk soms niet meer als een collega aanvoelt, maar echt als iemand, ja, die je kunt vertrouwen, waar je echt een band mee opbouwt. En dat is heel goed gelukt de voorbije 11 jaar. Dus ik ben daar heel dankbaar voor dat we dat gehad hebben. Dus vandaag gemengde gevoelens waarschijnlijk? Ja, gemengde gevoelens. Ja, langs de ene kant dankbaar en ook alles wat ze ons geleerd heeft. En wij nemen dat mee voor de toekomst, zeker en vast. Maar ik gun het daar ook echt wel. Het is een zware job, de job van directeur. En ik gun haar dat ze nu kan genieten van die rust. Ze heeft genoeg gewerkt. Vanochtend, hè, om 8:40, zit hier binnengeleid met al die leerlingen die daar staan. Ik denk dat je misschien wel iets verwacht had, maar had je dit verwacht? Ik had iets verwacht, maar dat het zo groot zou zijn, dat had ik helemaal niet verwacht. Dat echt alle leerlingen van de school opgetrommeld zouden geweest zijn. Dat alle leerkrachten eigenlijk een van hun laatste lessen, want we gaan stilletjes naar de examens toe, opgegeven hebben om die erehaag te vormen. Want dat was het eigenlijk, hè. Dat was een erehaag doorheen heel de school. En de school, dat is mijn tweede thuis, hè. Doorheen mijn tweede thuis. Dat is gewoon, ja, fantastisch. Dan denk ik van, waar heb ik dat eigenlijk verdiend? Echt waar, dat is fenomenaal. Vandaag, wat zijn de gevoelens nu? Heel gemengd. Enerzijds ga ik het hier ongelooflijk hard missen. Want ik voel me ontzettend dankbaar voor iedereen die rondloopt. En wat dat de school hier uiteindelijk betekent. Ik ben ongelooflijk fier op deze school. Het is eigenlijk altijd een beetje een kneusje geweest. Vroeger, omdat we TSO-BSO zijn. Maar onze TSO-BSO-leerlingen zijn zoveel waard, hebben zoveel talent. We hebben daar altijd zo voor gevochten met heel ons team. En dan denk je, als je dat vandaag ziet en als je ziet waar die later ook terechtkomen, dan denk je van, dat is geweldig. U gaat ons verlaten als directrice van deze school. En dat vinden wij allemaal ongelooflijk jammer. Zowel alle leerkrachten als alle leerlingen. Goedemorgen, Tom van Kutsum. Eerst en vooral dikke proficiat met uw aanstelling als directeur hier in Hartencollege. Vanaf morgen, officieel, 1 juni. Hoe ziet u uw toekomstige beleid hier in het Hartencollege? De leerlingen en de leerkrachten moeten geen schrik hebben dat er hier vanaf morgen een totaal ander beleid gaat plaatsvinden. Ik denk dat je het hier vanmorgen ook gezien hebt, door de sfeer die hier is. Hier hoeft echt niet te veel te veranderen. Uiteraard zal elke directeur zijn eigen accenten leggen. Maar ik ben nog veel aan het kijken en aan het leren wat er hier goed draait en wat er misschien beter kan. Maar hier draaien vooral heel veel dingen heel goed. En die goede dingen behouden is mijn eerste doel, hè. Dat die niet verloren gaan. Hetgeen dat Karin hier heeft opgebouwd, dat mag ik zeker niet laten verloren gaan. Dus dat is al doelstelling nummer 1. Behouden wat goed was. Ja, het onderwijs, hè. Er is de laatste jaren al enorm veel aan het veranderen met de vernieuwingen. Volgend jaar de vernieuwingen in het 3e graad, dan start in het 5e. Er zijn toch heel veel uitdagingen in het onderwijs. Wat zijn volgens u zo de grootste uitdagingen? Ja, het klopt. Die vernieuwing van het secundair onderwijs is inderdaad een heel grote uitdaging. Ook omdat we daar een beetje op snelheid gepakt zijn, hè. Het is een beetje allemaal te snel willen gaan.
Dus daar, dat is zeker een uitdaging om dat goed te doen, om dat direct in orde te krijgen vanaf het vijfde jaar al. Dus daar zijn onze leerkrachten nu al mee bezig om te kijken, ja, hoe gaan we dat volgend jaar aanpakken? Gaan we stages organiseren? Gaan we dat niet doen? En zo verder. Dus dat is inderdaad wel een hele uitdaging. En dan, we moeten dat niet onder stoelen of banken steken, maar het lerarentekort, dat merken we ook hier in Nienhoven. We zijn geen eiland, we merken dat hier ook. Al moet ik zeggen dat er hier binnen Hartencollege wel goed aan gewerkt is en dat de uitval en de studie hier eigenlijk nog wel heel goed meevalt. En ja, dat zal een taak zijn van iedereen om dat ook in de toekomst te doen. En we gaan daar creatieve oplossingen voor moeten zoeken, samen met personeel. Ook zij mogen voorstellen doen van hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen toch zo weinig mogelijk studie hebben en zoveel mogelijk onderwijstijd. En daar gaan we heel creatief moeten zijn en gaan we zoveel mogelijk oplossingen moeten te zoeken en vinden. Dat gaat wel lukken. Baros, wat ben jij hier aan het doen? Ik ben het hartje aan het kleuren voor de directrice, omdat ze op pensioen gaat. Ja. En vind je dat jammer dat ze op pensioen gaat? Ja. En waarom? Omdat ze veel dingen voor ons heeft gedaan en ja, het is gewoon jammer dat ze weggaat. Wat vind jij ervan dat mevrouw Karin Koek, ja, op haar pensioen gaat? Ik vind het wel een beetje spijtig, want ze was wel echt super lief. Zijn er zo bepaalde dingen, een anekdote of iets dat hier gebeurd is, dat je zegt van, dat gaat mij altijd bijblijven? Goh, dat is een moeilijke vraag om dat zo onmiddellijk uit de losse pols te schudden. Het bruisballenincident zal ik eigenlijk nooit vergeten. Dus dat is een aantal jaar geleden, in 2015 of 2016 denk ik, dat een klas van 3 STW, Sociaal Technische Wetenschappen, die waren bruisballen aan het maken. En ja, er waren daar een aantal leerlingen die zogezegd vergiftigingsverschijnselen hadden. Dat heeft dan een beetje tot massahysterie geleid. Er stonden hier dan, ja, de hulpverleners stonden hier op de speelplaats. Dat is eigenlijk ook zelfs een item geweest op de nationale media. Dus dat ga ik nooit vergeten. En wat ik ook nooit ga vergeten, dat is natuurlijk een catastrofe geweest, dat zijn de overstromingen, hè, van 2010. Als de speelplaats hier, ja, bijna een meter onder water stond, als de keukens ook een meter, anderhalve meter onder water stonden, als wij het 's nachts moesten komen patrouilleren door de donkere, zwarte, natte gebouwen. Dat zijn, ja, zaken dat ik nooit ga vergeten.